We zijn vandaag in Hasselt. In een heel warm Hasselt trouwens. Het is nu al 28 graden en het wordt nog warmer. Met andere woorden, niet het ideale werkweer voor een tuinaannemer. Maar ja, het moet toch gebeuren, want de eigenaars hier willen per se heel snel in de woning. Dus dat betekent werken en puffen geblazen. Mark, dit is nog een vrij recente werf. Er moet nog heel veel gebeuren zo te zien. Want ik kan me voorstellen dat de mensen die hier komen wonen liefst met droge voeten naar binnen gaan en liefst zonder veel stof. Hè? Ja, op natte voeten is er met dit weer natuurlijk heel weinig risico. Hè? Maar het stof, ja, niemand wil graag stof in huis hebben. Hè? Maar stof is nog niet het grote probleem hoor. Het zijn voornamelijk de keitjes en de steentjes die hier allemaal toch wel in de grond zijn achtergebleven van de bouwwerken. En als je die mee naar binnen draagt, ja, dat is natuurlijk minder. Zeker hier in deze woning, want de eigenaars hebben hier een toch nogal delicaat parket laten leggen. Ja, dat zou dus natuurlijk zorgen voor onherstelbare schade. En vandaar dat Geoffrey van de tuinaannemer goed gesnoeid, dat hij eigenlijk begonnen is met de terrassen. Ja, je zegt terrassen. Eigenlijk zou je ook van één terras kunnen spreken, want ze lopen echt in elkaar over. Hè? Ja, er ligt er één aan elke kant van de woning. Maar ze zijn effectief met elkaar verbonden door toch wel die grote brede doorsteek, waardoor ze echt als één eenheid werken. Bovendien, ja, ze zijn allemaal uitgevoerd in hetzelfde materiaal, eenzelfde lichte kleur. En bovendien lopen de voegen ook nog eens allemaal in dezelfde richting, parallel aan deze zijde van de woning. En dat gaat natuurlijk voor de absolute eenheid. Voor de terrassen is wel gekozen voor een heel mooie steen, vind ik. Het is natuursteen, maar in een heel lichte kleur. Ja, je ziet het goed. Het is een natuursteen. Ondanks het feit dat er de lookalikes zijn in keramische tegel en betonstenen, je ziet eigenlijk bijna geen verschil meer. Maar hier, ja, je moet echt eens van dichtbij gaan kijken. Dan zie je dat het een afzettingsgesteente is, een sedimentsgesteente. Ja, een kalksteen met nog heel veel van die fossieletjes in. En of dit nu is van zeelilies en zeeanemonen en schelpjes en slakjes. Want eigenlijk maken die allemaal toch wel die textuur van de steen uit. Ja, nu, de meeste mensen die kiezen voor hardsteen, dan is dat gewoonlijk de blauwe variant. Nu, deze kleur past perfect bij de woning. Niet alleen dat, het heeft ook zijn voordelen qua temperatuur. Hè. Ja, die blauwe hardsteen is ook een kalksteen. Hè. Met een hele rijke aanwezigheid van resten van zeelilies. Vandaar dus die donkere kleur. Maar met het grote nadeel van die donkere kleur, dat die heel veel warmte opneemt. Als je daar vandaag met deze zon en deze temperatuur met blote voeten zou gaan opstaan, dan blijft je vel gegarandeerd aan die steen plakken. Hè. En dat doet deze bleke steen niet, want die weerkaatst de zon natuurlijk, neemt niet echt warmte op, ja, en blijft dus in die zin gaan voor een wat meer koele omgeving. We zijn trouwens nog niet rond met de terrassen. Daarachteraan komt er nog eentje. Ik neem aan, ook in deze steen. Zonder meer in deze steen, met dezelfde lijnenstructuur ook en ook op dezelfde hoogte. En vandaar dat Geoffrey en zijn team, dat die eigenlijk de hoogtes, ja, en natuurlijk dus ook de vorm, perfect aan het uitzetten zijn. Ja, en dan gaan ze natuurlijk graven tot op de juiste diepte, om de nodige fundering ook weer aan te leggen. Nu, het is wel vrij dichtbij, hè? Zo lijkt het, en dat is inderdaad ook ruimtelijk gezien heel dichtbij. Maar het gaat natuurlijk nog wel heel mooi ook mee ingekaderd worden in het groen, dat het toch wel een aparte ruimte wordt. Want ja, de beplanting die zorgt ervoor dat alles toch wel zijn eigen aparte sfeer en gezelligheid gaat krijgen. Wachten op groen dus. Geen probleem voor Geoffrey. Zo'n natuurmens leeft met de seizoenen mee. En hij weet voorlopig nog best wat te doen. Geoffrey, bij temperaturen zoals vandaag en ook de komende weken trouwens, is het onbegonnen werk om te zaaien en te planten. Hè? Hoe ga je dat oplossen? Wanneer kun je ermee beginnen? Bij de aanplantingen en gezonzen zaaien, dat beginnen we meestal bij vanaf half september. Omdat dan de sterkte van de zon een beetje minder gaat zijn, temperaturen wat lager gaan liggen en ook dat je dan meer regendagen hebt, dat je natuurlijk ook veel meer kans hebt dat de planten gaan overleven. Ja.
Dus het werk nu zal zich beperken tot terrassen en tuinpaden en zo? Ja, maar we gaan ook wel bij de grondbewerking al starten. We gaan bodemstalen laten nemen voor te kijken wat er tekort is in de bodem. Dan gaan we die stoffen wat nodig zijn strooien. We gaan de bodem al frezen, zodat die stoffen eigenlijk in werking al kunnen beginnen te doen voordat we de aanplanting effectief doen gaan. Ja, nu over aanplanting gesproken. Het valt op je plan dat er heel weinig gazon voorzien is. Hè? Dat is heel bewust. Ja, de klant die wou eigenlijk een tuin in zo natuurlijk mogelijke omgeving hebben. De klant zelf heeft ook geen kleine kinderen meer, dus een gezond was ook niet een grote gezond was niet echt nodig. Dus daarvoor hebben we ook gekozen voor meer beplanting te werken, wat een beetje meer groen en wat meer kleur kunnen in te brengen. En dus heb je gekozen voor heel veel planten. Welke planten dan? We werken voornamelijk met grassen. De omheining die wordt eigenlijk bezet met klimop voor een groene achterwand te krijgen. Ook komt er nog een afscheiding vanaf de garage naar achter, waar dan nog een paar inlandse bomen achter geplaatst worden. En voor de rest werken we voornamelijk met grassoorten, gelijk helmgrassen of cesslaria's. Dat is ook ook blauwgras genoemd. Waar we er ook een combinatie van maken met verschillende soorten bloemen. Dus het wordt eigenlijk een combinatie van groen en kleur? Van groen en kleur, inderdaad. We werken met bijvoorbeeld Allium purpureum, omdat dat iets is wat vrij vroeg begint te bloeien. Mm-hmm. En dat wordt dan overgenomen door het bloei van de salvia en dan weer door het bloei van de verbena, zodat er eigenlijk het jaar rond, zo goed als het jaar rond, toch een beetje kleur ook in de tuin is. Mm-hmm. Dus alles bij elkaar wordt het op een redelijk beperkte oppervlakte toch een heel gevarieerde tuin? Ja, toch wel, ja. De toekomst klinkt kleurrijk, maar voorlopig moeten we het nog stellen met wat verharding. Ik heb het al eerder gezegd, er is nog heel veel werk hier op deze werf. Alleen al qua bestrating. Hè? Er moet nog een tuinpad komen bijvoorbeeld. Het tuinpad dat de connectie vormt met de garage. Hè? En Joffrey heeft dat eigenlijk voorzien in een heel mooie kleine natuursignaalformaatje, zoals het zo mooi heet. Die echt wel heel decoratief gaan zijn hier. Alleen, het wordt maar niet geleverd. En daarmee uitstel van werken en de planning van Joffrey die echt ondersteboven moet worden gezet. Nu, hij hoeft niet te stoppen, hij kan ondertussen verder werken, want de garage staat hier helemaal achteraan. Er moet dus een heel lange oprit komen. Ja, hier moest de garage komen volgens de bouwverordening. Spijtig natuurlijk, want daardoor inderdaad een hele lange inrit. Maar tegelijk is ze eigenlijk ook wel breed. Hè? De eigenaar wilde het zo, maar gelukkig heeft Joffrey hen toch wel kunnen overtuigen om ze dan toch wel water doorlatend uit te voeren. En vandaar water doorlatende puinfundering, een waterdoorlatend straatbed, en je ziet de stabilisatiematten al liggen, wel zorgt ervoor dat de keitjes die erop komen, dat je het regenwater vlot doorlaten richting grondwater. Hier uiteraard ook gedacht aan een goede waterhuishouding. Hier vooraan in de tuin bijvoorbeeld is een waterput voorzien. Zoals het eigenlijk ook wel hoort, hè? Want we worden daar trouwens toe verplicht bij elke nieuwbouw en ook wel flinke verbouwing. Nu, gelukkig maar, want ja, dit opgevangen regenwater kan natuurlijk dienen voor het spoelen van de toiletten en voor heel wat was en plas. Ja, het is goed voor het milieu, dat is zeker, maar anderzijds zijn er soms wel eens problemen met zo'n put en dat begint dan bij de aanleg gewoonlijk. Hè? Ja, het heeft echt niks te maken met het gebruik van dat water, want dat kan natuurlijk ook nog wel gebruikt worden in de tuin ook, maar wel met de inplanting en het ingraven van zo'n regenwater. Er wordt heel vaak te weinig aandacht aan besteed door de aannemer van de bouwwerken, zelfs de aannemer die alleen maar instaat voor het ingraven van zijn put, en ooit ook wel eens door de architect van de woning hoor. Want heel vaak komt zo'n put net half in de oprit, half onder een toegangspad te liggen, of zelfs helemaal, of zelfs zo hoog zit dat er nog geen gras op kan groeien. Ja, hier is dat niet het geval. Deze put zit wel 60 centimeter diep. Het zit zeker zo diep en ja, gelukkig, hè, want daardoor kan er echt wel een veelheid aan beplanting opkomen. Maar Joffrey heeft er toch wel de inspectieschacht bovenop gezet, zoals het hoort, om, zeg maar eens om de 5 jaar, toch wel in die put te kunnen om hem schoon te maken. De tuinaannemers die denken aan de toekomst. Hè? Zoveel is duidelijk, in de grond moet een tuinaannemer aan alles denken. En nu maar wachten op regen. Intussen profiteren wij van de droogte om een ander, al groene stukje hassel te inspecteren.
Mark, de vorige tuin was echt nog een werf. Daar was van planten nog geen sprake. Hier daarentegen staan de planten prachtig op dit ogenblik. En nochtans is deze tuin pas vorig jaar heraangelegd. Hè? Ja, hij is maar 1 jaar oud. Hè. En inderdaad, hij ziet er zoveel was uit. Maar dat komt eigenlijk doordat Geoffrey voornamelijk heeft ingezet op vaste planten. Want die gaan eigenlijk ineens voor een explosieve groei. Hè? Ja, het zijn vaste planten, maar wel gecombineerd met een aantal siergrassen. Dat geeft iets extra. Hè? Dat doen tuinaannemers tegenwoordig meer en meer. Het is eigenlijk ook vrij logisch. Hè? Want vaste planten, ja, ze zijn eigenlijk niet altijd zo ideaal te combineren. En die siergrassen met hun groene kleur, die brengen eigenlijk rust in het geheel, in de borders. Die laten de kleuren veel meer spreken. En die geven ook letterlijk heel wat vaste planten ook nog een steuntje. Want zij staan eigenlijk altijd wel stevig rechtop. En die vaste planten kunnen daar dan nog wel eens tegen leunen. En bovendien, ze brengen eigenlijk ook nog ineens een mooi lijnenspel extra mee in de tuin. Ja, ze brengen echt iets extra bij. De naam gras is eigenlijk ver gezocht, hè, want bij gras denken wij aan gazon. Dit heeft veel meer te bieden. Hè. Ja, siergrassen moeten echt toch wel bekend raken. Hoor, want het zijn planten met absolute meerwaarde. Hè. En ja, de moeilijkheid is natuurlijk van, ja, grassen lijken allemaal wel op elkaar. Totdat je eigenlijk wat van naderbij gaat bekijken, want er zit een immense verschil in. Neem nu daar boven op de heuvel bijvoorbeeld het pijpenstrootje. Hè. Pijpenstrootje dat eigenlijk heel mooi fonteinvormig groeit en waar dan die halmen zo bovenuit komen, zoals ze nu eigenlijk al aan toe zijn, maar nog veel hoger gaan. En die naam pijpenstrootje komt uit de geschiedenis eigenlijk. Hè? Ja, want elke halm is eigenlijk vrij van knopen, vrij van elke verdikking, waarmee dat vroeger effectief ook wel de pijpen konden proper gemaakt worden. Maar kijk hier verder rond in de tuin, naar de penicetum, het flessenborstelgras, zo noem ik het tenminste, want de officiële naam, de Nederlandse naam heet nog altijd wel lampenpoetsersgras. Daar kunnen we ons toch iets bij voorstellen. Nu, hier is het nog wachten op die bloemen die dat inderdaad illustreren, die vorm hebben, maar die eigenlijk ook heel mooi fonteinvormige bladeren laat overhangen. En dan ook nog heel erg mooi, hier deze lage, groenblijvende bodembedekker. Wintergroen grasje trouwens, ja. Het is een zegge, een Carex Evergreen, waar Evergreen natuurlijk wijst naar dat wintergroene karakter. En dat het een zegge is, kan je heel makkelijk voelen zelfs, want elk blaadje heeft eigenlijk een driehoekige vorm. Al die siergrassen brengen zeker een extra dimensie, maar als het over kleur gaat, dan moeten we natuurlijk bij de vaste planten zijn. Hè? Zonder meer, hè. Dat zijn een blijvende vaste waarden. En als je hier achter ons kijkt, van ja, kijk, het blauw van die Salvia nemerosa van een salie is nog altijd aanwezig. Bescheiden, maar ze doet het nog altijd. Hè? Een echte blikvanger op dit ogenblik is natuurlijk toch wel de rode zonnehoed, de Echinacea. Een prairieplant. Een plant die echt geschikt is ook voor ons nieuwe klimaat, want die heel goed ook tegen droogte kan. Ze stuurt haar wortels tot 1,5 meter diep op zoek naar water, dus laat maar gebeuren. En dan in deze tuin ook nog de hemerocallissen, de eendagslelies. En twee blikvangers daarbij. Enerzijds toch wel de summer wine met een heel, ja, ik zou maar zeggen, diep roodpaarse kleur. Typisch een goede Bordeaux bij wijze van spreken. En anderzijds ook nog een mooie tweekleurige combinatie. De Frans Hals, de Hemerocallis Frans Hals. En Frans Hals, weet je, dat is natuurlijk die beroemde schilder van de Hollandse school. Maar niet te vergeten, een Antwerpenaar. Hè? Ja? Geboren in Antwerpen in de 16e eeuw. Hè? En schitterende tweekleurige Hemerocallis. Ja, en wat ik heel mooi vind hier, dat is dat er met heuvels gewerkt is. Hè? De planten komen zo veel beter tot hun recht. Ja, het is eigenlijk eigen aan tuinarchitectuur van de borders altijd op te bouwen in trapvormen, etagevormen. De lage planten vooraan, de hogere meer achteraan, zodat je eigenlijk altijd alle planten goed kan zien. Maar Geoffrey heeft eigenlijk ineens heuvels opgeworpen, waardoor dat zelfs planten die even hoog zijn, toch wel mooi in etagevorm achter elkaar staan. Dus toch wel de nodige aandacht krijgen. En dat je die borders eigenlijk ook langs de twee kanten kunt bewonderen. Maar bovendien ook, dat ze de bloemen echt in je eigen blikveld brengen en dat de kleuren nog veel meer spreken. En we brengen nog meer kleur in het programma. Sarah Adriaansen. Zij gaat door het leven als onder meer omgevingspsychologe en brengt haar verhaal in geuren en kleuren. Sarah, het is een bekend gegeven dat de meeste mensen rustig worden in een groene omgeving. Hoe komt dat eigenlijk?
Daarvoor is nog geen eenduidige verklaring gevonden, maar het zou met evolutionaire zaken kunnen te maken hebben. Bijvoorbeeld met het feit dat wij in een hoofdzakelijk groene en blauwe omgeving als soort ontstaan zijn. Mm-hmm. En vandaar dat men denkt dat groen en blauw rust kan geven, omdat ons brein ook ontstaan is in een groene en blauwe omgeving, waardoor het voor ons brein ook waarschijnlijk weinig moeite kost om groen en blauw te verwerken. En ja, iets dat mij weinig moeite kost, gaat ook minder stress geven en gaat ons minder mentaal vermoeien en ja, meer rust geven. Hè. Als we dat concreet maken naar een paar kleuren in de tuin. Dan zijn blauw en rood goede voorbeelden, omdat zij een tegenovergesteld effect eigenlijk hebben. Mm-hmm. En daarvoor zou ik iets over het autonoom zenuwstelsel willen zeggen. Wij mensen hebben verschillende zenuwstelsels in ons lichaam, waarvan het autonoom zenuwstelsel er eentje is. Mm-hmm. En dat bestaat uit twee delen. En het ene deel zal eerder ons opwekken, en dat noemt men de spreekwoordelijke gas. En het andere deel zal ons eerder rustig maken, en dat noemt men de spreekwoordelijke rem. En wat zien ze nu bij rood en blauw bijvoorbeeld? Dat rood eerder op die spreekwoordelijke gas gaat staan. Dus ze hebben echt wel gezien, als je heel veel rood rondom je heen hebt, dat je hart sneller gaat slaan, dat je het warmer gaat krijgen. En bij blauw heeft men het tegenovergestelde gezien. Daarvan ziet men dat het de bloeddruk gaat laten zakken, dat het de ademhaling gaat vertragen, dat je het wat frisser gaat krijgen, dat je minder stresshormonen aanmaakt en dat je rustiger gaat worden. Ja, dat verklaart bijvoorbeeld waarom mensen zeggen lavendel, daar word ik rustig van. Ja, dat heeft onder andere inderdaad met de kleur van de meeste soorten lavendel. Want jullie weten, lavendel bestaat in verschillende soorten kleuren ook. En inderdaad, de kleur blauwig-paars zal ons rustig maken, omdat dat op dat deel van het autonoom zenuwstelsel, ja, dat deel gaat activeren dat ons rustig zal maken, die spreekwoordelijke rem zal induwen, die kleur blauw van lavendel. Ja, nu afgezien van de kleur is er ook nog de geur en die speelt daar ook een belangrijke rol. Uiteraard, geuren gaan ook een enorme invloed op ons uitoefenen. Ze gaan ons psychisch en fysiek kunnen beïnvloeden. Geuren gaan zoals kleuren ook het denken, voelen en doen kunnen beïnvloeden. En dat komt ook omdat geur een van de enige zintuigelijke centra is in het brein dat rechtstreeks contact maakt met centra die te maken hebben met ons gevoelens en met herinneringen. Vandaar dat geuren vaak heel snel een gevoel of een herinnering bij iemand kunnen oproepen. Ja, nu is het kwestie van goed te ruiken. En in je boek vermeld je een trucje, zal ik het maar noemen, om die geuren zo optimaal mogelijk op te nemen. Hè? Vertel eens. Er zijn verschillende ademhalingstrucjes. Om van bijvoorbeeld het rustgevend effect van roos of van lavendel te gaan verdubbelen, kan je bijvoorbeeld met de 4-7-8 ademtechniek van Dr. Andrew Weil aan een roosje of een lavendelbloemetje gaan ruiken. Een 4-7-8, wat betekent dat concreet? Het woord zegt het zelf eigenlijk al, Gilles. 4 wil zeggen 4 tellen inademen door de neus. 7 wil zeggen 7 tellen je adem vasthouden, dus op de pauzeknop even gaan staan en extra gaan genieten van het rustgevend effect van de moleculen van de roos bijvoorbeeld, het rustgevend effect. En 8 wil zeggen 8 tellen door de mond gaan uitblazen. Dat is de optimale manier om te ruiken. Dat is een optimale manier om aan een rustgevende bloem of plant te gaan ruiken en om dat rustgevend effect nog te gaan verdubbelen. Zo, we zijn helemaal zen gesnoven. Tijd nu om de neuzen weer in dezelfde richting te zetten. Terug naar het groene Hasselt. Nu, er is hier natuurlijk nog meer gebeurd dan alleen maar het aanplanten van die grassen en de vaste planten. Hè? Want de oorspronkelijke tuin hier was 30 jaar oud en dus dringend aan een remake toe. En dus eigenlijk ook aan een nieuwe en extra invulling met houtige gewassen, hè? Met struiken en bomen. En een mooi voorbeeld daarvan is hier toch ook wel die etage, die pagode cornouille, zoals hij zo mooi heet. Pagode wijst naar het mooi etagevormig leggen van zijn takken. En je ziet, hij begint het eigenlijk al te doen, hè? Maar die plant kan toch wel een 6, 7, misschien zelfs 8 meter hoog worden. Ook mooi als toevoeging vind ik eigenlijk deze pinussen, die pijnbomen. Want ja, die passen hier eigenlijk in de streek. We zitten in de noordkant van Hasselt. Typisch voor de Kempen. Aanzet van de Kempen. Dus die leggen inderdaad de link met hier de omgeving.
En ook nog met blik op de toekomst. Dat is de haar die daar geplant is met zilverbes. Die eigenlijk hier tegen de perceelsgrens aanleunt. En je ziet het eigenlijk niet, maar de Iliachnus ebingi, die zilverbes, moet eigenlijk dus een zichtscherm vormen om inkijken van op de dreef die hierachter ligt in de tuin te voorkomen. Ja, nu je spreekt over de toekomst, dan denken we ook meteen aan de kleinkinderen die hier regelmatig op bezoek komen. Voor hen zijn er ook een aantal speciale ingrepen gebeurd, hè? Ja, ze kunnen soms met twee zijn, maar ze kunnen ook met veel meer zijn. Ja, dan is zo'n gazon natuurlijk ideaal om op te voetballen, te ravotten en god weet wat. Maar die kleinkinderen hebben eigenlijk ook een eigen aparte kinderhoek gekregen. Duidelijk, Mark. De kleinkinderen hebben veel aandacht en vooral veel plaats gekregen. Hè? Het is heel wat meer geworden dan alleen maar zo'n kasteeltje. Ja, het kasteeltje met glijbaan was er al. Het is natuurlijk ook behouden gebleven. En Joffrey heeft een aantal elementen toegevoegd. Hij heeft bijvoorbeeld die zandbak heel mooi vormgegeven, die trampoline hierin gewerkt. En, ook heel erg belangrijk, heeft de eigenaar ervan weten te overtuigen om die ser die hij wilde wegdoen, om die toch wel te bewaren en eigenlijk als speelhuisje te laten gebruiken. Want dat is natuurlijk de ideale plek om bij regen weer toch wel in de tuin te spelen. En tegelijk de ideale bergplaats voor heel veel speelgoed. Ja. En geloof het of niet, maar opruimen hier in deze hoek was nog nooit zo prettig als sinds die ser als speelhuis in gebruik is. Ja, nu wat wel opvalt, dat is dat deze kinderhoek niet is weggestopt. Integendeel, hij maakt essentieel deel uit van de tuin en van hieruit heb je een prachtig zicht op die golvende bewegingen. Hè? Ja, waarmee dat dit echt wel deel uitmaakt van die totale aanleg. Hè? Ja, en dat de wandeling er naartoe ook gezellig is. En niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de volwassenen. En die zijn hier trouwens ook welkom. Hè? En vandaar dus ook, hè, kijk eens wat de Joffrey hier gemaakt heeft. Deze zithoek in de schaduw van toch wel die oude catalpa die hier al stond. En als de kinderen met hun ouders eens wat avontuurlijks willen beleven, wel, dan wordt daar in die vuurkuil een vuurtje gestookt natuurlijk, een kampvuur. Ja, en er is nog meer, er is nog een speelhoek voor de volwassenen ook, want er is een echte petangbaan. In de kinderhoek, hè? Ja, waarmee ik niks heb gezegd over het spel van de volwassenen. Maar daar kan natuurlijk ook wel een gezinscompetitie gehouden worden. Wie weet, hè? Dit is nog een heerlijke plek in deze tuin en eigenlijk de enige plaats waar de kinderen niet welkom zijn. Zeker niet alleen, hè, want we staan hier bij de vijver en de toegang daarnaar is afgezet met een hek. Ja, met water neem je nooit risico's. Hè? Ja, kleuters en putters zijn zonder meer aangetrokken door water en elke onachtzaamheid van degene die hen vergezelt kan leiden tot gevaarlijke en spijtig genoeg ook wel enkele keren per jaar zelfs een dodelijke situatie. Hè? Nu, hier ligt de vijver nogthans ook al in het rechtstreekse zicht van en de living en van de keuken, maar inderdaad, de eigenaars hebben geen risico genomen en hebben een hekje. Het is zo net hoog genoeg om peuters en kleuters tegen te houden, maar ook en vooral om te zeggen van tot hier en niet verder. Hè? Ja, nu, er wordt ook wel eens geopteerd om in zo'n vijver een net te leggen, een rooster, net onder het wateroppervlak. Maar dat kwam hier niet ter sprake. Nee, want er is niets veranderd aan deze vijver. Deze vijver is eigenlijk ook nog van de vorige tuin aanleg. En Joffrey heeft hem dus zo gelaten. Mocht Joffrey een nieuwe vijver hebben moeten aanleggen, mogen aanleggen, dan had hij dat zonder meer wel voorgesteld. Ja, maar deze vijver was er. En geef toe, hij is mooi. Hè? En dus vandaar dat de eigenaar zeiden van, nee, laat die toch maar liggen zoals hij is. En dat is natuurlijk ook zo gerespecteerd. Ja, hij is in ieder geval mooi. En het moet gezegd, zo'n waterpartij met de nodige entourage brengt altijd rust in een tuin. Hè? Ja, het is groen, hè? En groen brengt rust. Hè? En bovendien hier ook nog wel ja, dat mooie lijnenspel dat erin zit. Hè? Die bamboe met zijn verticaliteit die een mooie achtergrond vormt. En daar dan tegenover eigenlijk die toch wel de horizontale werking van die bladeren van het groothoefblad. En tussen al dat groen komt dan toch nog net die kleurige vlekjes van die grote kattenstaarten Litrum salicaria zo net even boven piepen om ja, dat groen extra tot zijn recht laten komen.
Volgende keer stellen we je de echte sponstuin voor. Nu nog in Gent, maar als het aan onze specialist ligt, binnenkort ook bij jou thuis.